PSV ging naar Malta voor een trainingskamp van 8 dagen. En het werd voor Philip Cocu en zijn selectie een zeer goede week. Onder prima omstandigheden. Heel veel trainingsuren gemaakt. Veel getraind. Maar goede omstandigheden. Dus ook hard gewerkt. Deze week, of 9 dagen eigenlijk dat we bezig zijn. Ja, dat moet weer de basis gelegd worden voor de tweede helft van het seizoen. Want de wedstrijden volgen elkaar dadelijk ook weer rap tempo op. Dus we hebben accent wel vooral gelegd in de omvang en veel arbeid leveren. Maar dat is zeker gebeurd. Het feit dat je maar één echte wedstrijd speelt, is dat nog een probleem? Of levert het juist eigenlijk misschien wel voordelen op? Ja, op een gegeven moment hebben we de keuze bewust gemaakt om de tweede wedstrijd om te zetten in een training. De training ook gebruikt om daarin 11 tegen 11 te spelen. Er zaten weer voordelen aan dat spelers die een beetje terugkomen zijn. Jetro Willems kon weer instromen, die heeft daarin mee kunnen doen. En Maxime heeft zijn minuten weer kunnen maken. Het is toch anders als je onderling traint. En ook spelers rekening houden met de situatie waar een speler in zit. Zou in de wedstrijd moeilijker zijn geweest. En, ik denk dat de weerstand in zo'n training, als dat op scherps van de snede gebeurt, net zo hoog is als in een wedstrijd. En tactisch gezien, je kunt nu ook, omdat je in 3 helften zeg maar spelen, je kunt dus even de boel bij elkaar roepen en dingen aanpassen. Ja, dat hebben we in dit geval ook gedaan. En we hebben ook onderling verschillende systemen tegen elkaar laten spelen om spelers dat te laten herkennen en te ervaren. Daar oplossingen tegen te vinden en dat daarna even kort te evalueren. Het is natuurlijk anders dan een wedstrijd, maar ik denk dat het op dit moment in deze fase waar we zitten goed is geweest dat we dit hebben gedaan. Cocu heeft de beschikking over een brede selectie met, zeker als iedereen weer helemaal terug is, zeer veel mogelijkheden. Die concurrentiestrijd komt de kwaliteit in de groep alleen maar ten goede, zo denkt de trainer. Ja, omdat de spelers voelen dat ze optimaal moeten presteren. Omdat als ze dat niet doen, dan staat er iemand anders te trappelen om de positie over te nemen. En, nou ja, dat moet zorgen juist voor een stimulans, niet voor overdreven spanning. Als je bij topclub zit, dan is er altijd een bepaalde druk om te presteren. Ik denk dat je dat ook nodig hebt op dit niveau. We moeten het gebruiken om elkaar naar een hoger niveau te tillen en uiteindelijk als team natuurlijk ook. Wanneer is het geslaagd? Het komende seizoen? Of beter gezegd, het tweede seizoen zelf? We willen kampioen worden. Dus dat is ons doel, daar ligt de focus op. Natuurlijk willen we ook voor de andere prijzen gaan. Je moet het maximale eruit halen. Maar kijk, we hebben nu kunnen proeven aan de Champions League. Wat dat met de spelers doet, wat het met de club doet. Ja, daar moeten we alles aan doen om dat volgend jaar weer af te dwingen. Dat kan alleen maar door kampioen te worden. Dan weet je dat je direct geplaatst bent. Dus het strijden om de titel, wat je vorig jaar hebt meegemaakt, dat wil iedereen nogmaals meemaken. Maar ik vind ook dat we op andere fronten het maximale eruit moeten halen. En niet bijvoorbeeld al zeggen, geweldig dat we de tweede ronde van de Champions League gehaald hebben. Maar ook het geloof, de ambitie en de hongerigheid hebben om alles uit die twee wedstrijden tegen Atletico Madrid te halen. Dus dat wordt ook een uitdaging. Niet te gauw tevreden zijn met wat je bereikt hebt. En de beker. Dat zijn natuurlijk heel weinig wedstrijden nog voordat je in de finale staat. Dat is misschien wel de prijs die het dichtstbij ligt als je 2 keer wint. Waarin we een thuiswedstrijd spelen. Dus, en ik denk in dat opzicht kunnen we wel een stap zetten vergeleken met vorig jaar. Waar dat vorig seizoen ging dat minder goed. En, nu moeten we zorgen dat we daarin ook een volgende stap zetten.